zaterdag training. We hebben net lekker squat gedaan. Goede squat peer, 6 keer 190 met een lekker vieze pauze erin. Dus dik tevreden mee. Kom maar. Eindje. Easy. Klaar. Kom op daar. Oké. Juist. Klaar. Yep. Zo. Ja, hoppa, kom. Voorzichtig, rustig. Klaar. Dan ik dacht. Hoe was het? 100. Nou, best tevreden. Ik ga vandaag yoke doen. Wat is een yoke? Dat is eigenlijk gewoon op Nederlands term. Het is een juk. Schootapparaat. Je legt in je nek. Je rent ermee heen. Je rent ermee terug. Dat is eigenlijk makkelijk zat. Nou, ja, mooi. Meer kan je niet van maken. Dat is het dus. Maar wat train er eigenlijk mee? Het is voornamelijk eigenlijk je been die je mee traint. Van het uitpakken. Het is gewoon goeie voor ook voor die peach. Zo. Ja, dus. En voor je rugwervels toch? Ja, je rugwervels. Ja, je traint er uiteindelijk alles mee. Zeg maar, als je net 400 plus gaat lopen, dan wordt gewoon alles een hel. Dan gaat alles pijn doen, van je schouders tot je tenen tot je, weet ik, tot je oren. Dus, ja. Dus, en dat is precies de reden waarom we allemaal strongmen zijn gaan doen. Ja, want we allemaal pijn willen. Zodat we allemaal pijn kunnen hebben. Zodat ik me elke nacht in slaap kan huilen. Precies. Dankjewel Sam. Goeie uitleg, man. Ja. Hoeveel kilo is dit? 300. Oh, 300 kilo. We gaan elke week een beetje... Ja, precies. Even lekker opbouwen. Off-season. 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 Ja, 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 ja. Komt dat kut? Kom aan. Hard daar. Heel goed. Kom aan. Lekker daar. Mooie stapjes, kom op. Heel goed. Lekker daar. Oh, ga maar door. Beetje een probleem met de pick-up. Ja, het leek beetje... naar mij alsof je te snel, door liep. Nee, want ik was eigenlijk blij dat je van de grond gekomen. Dus ik dacht, ga maar gewoon. Dat. Ja, ja. Maar pik heb al een paar weken een beetje. Toen je helemaal liep, toen ging het echt goed. Ja, loop prima. Maar dat uitpakken is even een ding. Ja. Maar, lekker man. Lekker man. Goed bezig. Zo. Oké. Let's go. Oké, let's go. Watch. Sorry. Okay. Ik zat te wachten op Sven. Deel mee, klaar. Ja. Start! Goed. Kom op, concentreren. Juist, beter. Hup, hup, hup. Ik zet mijn eerste stap neer en ik ging gelijk. Ja. Nou, nog een keer zo. Kom op! Waar staan? Oké, okay, deelnemer klaar. Start! Yep, yep. Ja, ja. Kom op, Kevin. Kom op. Machine, klopt hem. Door, Kevin. Door dit arm, op. Voelen. Yep. Ja. Maas. Klap je daarna is ook wel heel lekker. Ja, die klonk lekker, hè? Ja. Ja. Zo, sessie zitten weer op. Goede training gehad. Mooi peren op de squat, dus dat is altijd fijn. Lekker wat looponderdelen gedaan en geëindigd met wat motion stones. Dus nooit verkeerd, goede training. Goede eerste week weer van de officiële prep, om het zo maar te zeggen. Voor sterkste man van Nederland, dus top! Wat doe je nou als voorbereiding op zo'n squat wil zien? Er zit mijn gelukskristal in, hè? Daar gaat hij, kom maar. Ja! Hop! Oké, Kev, kom aan! Hup! Ja! 2-10, kom aan dan, Kev! Kom aan! Ja! Ja! Daar gaat hij, hoor, kom aan! Kom heel goed, Kev, kom aan! Heel goed, hard, hard! Heel lekker, heel lekker. Kom op! Hard, juist!
Oké, okay, doorpakken, Kev, kom aan. Yeah! Hoi, hoi! Borst omhoog! Hoofd toe, kom! En door! Op de Kev! Oh, hop, hop! Oeh! Lekker hoor! Oh. Hoe voel je je daarbij? Misselijk en duizelig. Kom maar aan, pakken. Kom aan. Netjes. Goeie pauze, goeie pauze. Netjes, Brian. Kom aan. En door, man. Kom op. Lekker, man. Lekker. Ja, goed, man. Goeie pauze. Ja. Goeie pauze. Het doel is vandaag om een lekker zware farmers te lopen. Werner gaat zo 145 doen. En kijk hoe ver ik kom. Prachtig. Mooi. Kom aan. Knijpen. Goed zo. Netjes, kom op. 5 meter. Over de helft. Lekker, man. Solid. Werner, wat vinden we er nou van? Ik vind het ook. Werner vindt het leuk. Als het maar gezellig is. Werner houdt van de gezelligheid. Nou goed, de farmers. Wat zijn nou farmers? Ik maak gewoon jouw content, Kev. Dit zijn de farmers. Wat is nou de bedoeling? Je pakt ze uit en je loopt ermee. Ja, ja. Kom, Kevin. Hart, hart. Yep. Kom op. Juist. Kom maar, Kev. Ik loop eruit, kom aan. Heel goed, stapjes blijven maken. Kom op, vasthouden, kom aan. Oh. Oeh. Ja, goed. Lekker. Ja. Knijpen en lopen. Meer is het niet. Kom aan. Ja, goed zo, man. Heel goed. Kom, nu afmaken. Kom, je bent er bijna. Nog een paar meter. Lekker, man. Kevin Hazenleger bereidt zich steady voor. Uittillen, gas erop. Kop, Kev. Hard aan Kev, kom aan. 180 kilo op de farmers. De gelukskristallen worden er weer bijgehaald. Kom daar, jongen. Kom daar, Kev. Lopen. Kop dan. Oké, okay, Kevin, kom aan. Kop dan. Oké. Okay. Steady uitpakken, kom aan. Vast is vast. Kop dan. Staan. Up. Op, op. Yep. Juist. Lopen daar, Kev. Lopen daar. Blijven lopen. Daar, rechts. Gewoon rechts op de voeten. Hij kwam vooruit. Lekker, ja, man. Ik voelde eigenlijk rechts. Gelijk rechts voelde ik dan weer zo gaan. En ik was een beetje bang van de vorige keer. Dat ik hem ook op mijn tenen vallen. Ja, man. Ja, man. Niet uit. Shit, man. Ik ben nog steeds best tevreden. Hij is gewoon netjes verder, hoor. Kom aan, Werner. Ja, kom aan. Kom op. Oh, dat zijn grote mannengewichten, hè? Kom aan. Daar ben je niet. Even uitpakken, kom aan daar. Kom aan, ja, goed zo, goed zo. Juist, heel goed. Stapjes maken, Werner, stap. Goed zo, Werner, goed zo, kom aan. Blijf ademen, Werner, lopen, Werner. Elke stap is er weer één, elke stap is er één. Ja, netjes, man. Gewoon goed, gewoon goed. Brian, leg het eens uit, wat gaan we doen? We gaan push-ups voor de mand. Nee. Knippen. Nee, de vraag is natuurlijk, hoeveel push-ups kan een strongman? Dus we hebben allerlei verschillende soorten categorieën. We hebben de oud en wat versleten, maar oud kampioen. We hebben de niet zo up-and-coming, maar wel up-and-coming. We hebben de vroeger up-and-coming en niet zo up-and-coming meer. Up-coming. Up-coming, oké. Okay. En we hebben Sam. Ja. Maar we gaan eens even kijken wie mag er zo meteen als eerst beginnen. Natuurlijk hebben we een mooie prijs. De prijs is 10 hele euro's. De naam? Ja. Die hebben we hier. En dan gaan we even randomizen. Dit is de volgorde, daarin gaan we de push-ups doen. Ik ben als laatste dan? Ik ben als laatste. Het is al bepaald. Anders had ik er één meer dan Werner gedaan, weet ik zeker. Ja, 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 ik moet als eerste. Gaat ja. Maar wat zijn de regels? Wat zijn de regels? Opdrukken. Ja, zullen we een klein schijf van 5 eronder leggen? Die moet je sowieso met je borst aanraken. Nee, dat is
Dat is diep. Allemaal schouderblessure, toch? Oké, ja, we hebben allemaal schouderblessure. Ik heb hele lange armen. Ik kan eigenlijk een half rep doen. Ja. Dat is toch wel uit de andere hoek filmen, want ik ben kaal op de bank. Oh, ja, dat is een beetje. Maar Jordi begint, hè? Oh ja, dit is goed. Dit zijn drie. Nee. Hallo, ik ben. Ik ben klein. Dat moet ook kunnen, hij is te breed. Ah, wacht, laat maar. Ik ga zo dingen. Nee. Dat is niet breed. Probeer. Oh, dat is precies perfect breedte, want goede hoogte ook, zie je. Nee, het is wel diep, man. Nee, dat is goed. Oké, klaar. Ja, oké. We hebben Werner. Jij gaat tellen. 1. Oh, jezus, maar daar is hij. 2. 3, als je boven bent, hè. 8. Spannend. Hier worden de kennisstelling voor ze echt mokergeil van, hè? Dat weet je. 21. Montaar, hè? 22. Kom op, Jordi. 23. 24. 25. 26. 27. Doorgaan. 28 hebben we. Ah, nee. Ja, 28. Hoe voel je daarbij? Wat is je eerste indruk? Halverwege dacht ik ga dit makkelijk winnen. Wat ga je volgend jaar doen? Volgend jaar doe ik het. Oké. Wat denk jij dat je kan dan winnen? Ik denk dat hij 60 haalt of zo. Ik zeg helemaal niks. Dan moet je goede reps zijn, hè? Jordi deed goede reps, gewoon rustig omlaag en omhoog. Ja, niet van die halve. Wel, bodybuilding reps. Nee. Je moet volledig uitgelokt zijn, hè? Ja. Oké, we hebben Jordi. Ja, maar hij gaat niet voor mij tellen. Jordi, jij telt voor mij. Ja. Hij wel even best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kom op, 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 9, 10, 11, ja, 100 jaar geleden. 13, 14. Hoeveel? 15, hoeveel denk je dat hij gaat doen? 17, hij stopt niet. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One pair of pants later. 51, 52, 53. 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 10. Maar misschien 10, had ik het zo gekund als ik het 2 had. Ja, ja, ja. 63, 63, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Hoeveel rijden we nu Sam? Ik stop gewoon tellen, je hebt al een Oké, Sam. Nou, dit gaan we wel af. Laten we het houden op. Laten we het houden op 80 stuks ongeveer. Ja, precies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39, 40. Moet er één doorgaan. 42. Stop. We hebben helaas. Ik kan geen push-up. En ik ben blij dat ik niet meedeed. Dat is echt 20, 30, 40. Sam? 45. Ik ben lang bij de rem voorbij. Ik had de 51. Ah, kut dat je de 51 is. Zijn er, verslaan mij, maar ja. Ja, kut, joh. Hoeveel jij er weinig? Ik heb geen idee. Oké. Ik moest het niet tellen. Dat is heel gemeen. Ik denk dat hij bijna 80 had. Ja. We mogen trots zijn op onszelf vandaag, want we hebben hier echt een topprestatie neergezet op de tafel. Paarden gefeliciteerd. Dankjewel. Is die? Vers geprest. 10 euro. 10 euro. Goed gedaan, jongen. Hier. 10 euro. Komt u wel. Gezellig. Hier. En dan gaat het om. En dan gaat het om dat gezellig was. Ja. Ja. Het gaat om het meedoen. Ja. Ik heb een leuke dag gehad.
Zo, was weer een goede sessie. Mooie squat per weer. Squat gaat laatst gewoon hartstikke lekker. Tuurlijk heb ik nu ook gewoon de prioriteit gewoon volledig staan eigenlijk op gewoon benen trainen. Dus deadlift gaat er altijd aan een lager pitje toe. Dat is belangrijk. Je moet toch wel een beetje nieuwe doelen stellen voor het nieuwe seizoen. Daarna farmers gedaan. Ik zei al tegen jou, we gaan aan een lekker setje toe werken. Gewoon even kijken wat er mogelijk is op de farmers. Ik heb al een tijd geen grip getraind, dus ik was eigenlijk nog best tevreden. 180 voelde redelijk comfortabel in uittillen. Ik heb alleen de vorige keer 175 om meteen laten vallen. Dus dat was even wat oud zeer. Omdat ik ook dacht bij mezelf toen mijn vinger een beetje ging van, lammer, het is wel goed. Geëindigd natuurlijk met een leuke challenge. Dus die Werner met afstand heb gewonnen. Dus tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te subscriben. En thanks voor het kijken. Doei doei.